De rol van de regionale omroepen moet de komende jaren worden versterkt. Dat vindt staatssecretaris Sander Dekker. Wel moet er weer worden samengewerkt tussen de regionale omroep en met Hilversum. De komende jaren moet er flink worden bezuinigd. Daarom gaat de publieke omroep op de schop. Dat gaf de afgelopen tijd veel onzekerheid, ook bij Omroep Brabant. Maar de plannen vallen niet slecht uit voor de regionale omroepen. Staatssecretaris Dekker erkent de rol van de regionale journalistiek, zeker nu er meer taken naar de gemeentes gaan. Betekent ook dat als je daar meer belegt, dat het belangrijk is dat er een hele sterke tegenmacht is. Een waakhondfunctie van lokale, regionale journalistiek die die gemeenteraden en die wethouders in de gaten houdt. De staatssecretaris wil dat de regionale omroepen meer met Hilversum samenwerken. Ze krijgen ook zendtijd op de landelijke publieke zenders om hun bereik te vergroten. Ook moeten de regionale omroepen met elkaar gaan samenwerken. Binnen een half jaar moeten ze laten weten hoe ze dat willen gaan doen. Aan de telefoon heb ik onze directeur Henk Lemkert. Die was ook bij die presentatie van de staatssecretaris. Henk, wat vind jij van deze plannen? Ik ben heel blij dat we als Omroep Brabant journalistiek een zelfstandige organisatie in onze eigen provincie kunnen blijven. Het heeft er even een tijdje naar uitgezien dat dat bij discussie zou staan. En nu dat van tafel is en we echt gewoon een zelfstandige organisatie in onze eigen provincie zijn, ben ik daar heel erg blij om. Tegelijkertijd ben ik bezorgd over de eis om meer te gaan samenwerken en wat dat mogelijk voor gevolgen zou kunnen hebben voor onze organisatie. Maar wij moeten wel flexibeler of slagvaardiger, zei de staatssecretaris, gaan werken. Gaat dat ook ten koste van banen? Ja, dat sluit ik niet uit. Op het moment dat je vraagt om zaken meer op elkaar af te stemmen en te harmoniseren, betekent dat wellicht dat dat ten koste kan gaan van arbeidsplaatsen. Het zal de komende maanden duidelijk moeten worden wanneer we met elkaar, met de andere 12 omroepen, die gesprekken aangaan. Maar ik sluit het zeker niet uit. Maar er komt ruimte op het landelijke net, hè? Op NPO 1, 2 of 3. Dat moet allemaal nog bekeken worden voor Omroep Brabant. Is dat goed nieuws? Ja, om het bereik te vergroten is dat zeker goed nieuws. De vraag is alleen even hoe het precies wordt geregeld. Dat is nog onduidelijk. Dat heeft de staatssecretaris niet gezegd en ook de NPO heeft geen visie op. Daar gaan we met ze over in gesprek. Maar op zich, ieder kanaal waarop we ons nieuws kunnen uitzenden is wat mij betreft winst. Zolang we ook ons eigen kanaal maar behouden. Precies, want gisteren hadden we bijvoorbeeld de Marathon van Eindhoven. We hebben ook carnaval. Echt programma's die we zelf op ons eigen kanaal uitzenden, dat blijven we dus ook gewoon doen. Dat blijven we zeker doen. En dat zijn ook juist die dingen die ons uniek maken. Behalve het brengen van nieuws zijn we ook Brabantse cultuurdrager, heb ik altijd gezegd. En dat blijf ik overeind houden. Dus ik ben heel blij dat we dat kanaal behouden en dit soort grote uitzendingen kunnen blijven maken, ook in de toekomst.